de eerste trein weg, hè? Ja, mooi, hè? Ja. Nee, is goed. We hebben hier natuurlijk heel lang ons best voor gedaan, als hele Duitse politiek. Met de Kamermotie ook, van Rob Jetten en Stienke van der Graaf, een paar jaar geleden. Dus het is mooi dat je naam op de kaart staat. Ja. Het was wel vroeg, hè? Het is behoorlijk vroeg, maar ik krijg er een leuk ontbijtje bij. Dat is mooi. Is dit nou de start weer van de Intercity? Ja, dat is natuurlijk onze wens. Een paar jaar geleden hadden we een Intercity en die is op een gegeven moment weggehaald uit zijn dienstregeling. Nu weer terug, maar dan wel heel fiets per dag. Uiteindelijk hoop je dat je over een paar jaar weer een complete verbinding met niet alleen Breda hebt, maar ook met de steden erachter. Ja, en zeker gezien de 140.000 inwoners die we zouden moeten gaan krijgen. Ja, nou ja, dat is ook steeds het gesprek. Hè. Een trein die heen en weer rijdt zonder dat er heel veel mensen in zitten, daar heeft niemand wat aan. En onze lijnen met Zeeland en met het noorden zijn heel goed. Die worden elkaar steeds dikker. Maar Brabant is een beetje een dun lijntje. En er zijn best heel veel mensen die toch elke dag, meerdere maanden van de week, naar Tilburg of Eindhoven moeten. Dus het is goed dat het heel graag staat. Met de Intercity? Ja, ik werk in Eindhoven, dus dat is een perfecte verbinding voor mij. Ja, ik wou net zeggen, het is wel een uitkomst weer. Absoluut, ja. En terug? Om 4 uur, om 4:03, dan gaat hij weer terug. En daar heeft hij al op gerekend om het zo in het vervolg te doen? Ik denk het wel. Hangt ook een beetje van materiaal af, maar ik ben blij dat er geen sprinter meer voor rijdt. Van een fatsoenlijke Intercity.